Dit is die 66, hè? Ja. Dat is die 55. Hè? We kunnen deze ook nog alleen draaien laten. Nou, dit is een film van 1955. Die hebben we dus gekregen van, van Theo Zeilema. Dat was eigenlijk van de kerk. Die kerk had die film. En Theo Zeilema die beheerde dat. En die wilde hem in eerste instantie wilde hem niet afgeven. We mochten hem ook niet overnemen. Tot op een bepaald moment, toen had hij zelf films. En die wou hem graag over laten zetten. Toen hebben we tegen hem gezegd, nou, we willen dat wel doen. Maar dan wilden wij die film hem om over te zetten. En zo is het gebeurd. Zo hebben wij die film gekregen. Dit is Tina's Pick zelf. Dus in principe doe je hetzelfde. Zet die vast. Komt dat weer. Tina's Pick is dat. Jullie dachten, het is mooi als wij straks ook weten van wie die personen zijn op die Ja, precies. En daarom zijn wij eraan begonnen. Of ik ben eigenlijk aan begonnen om die namen op te zoeken. Ja. Jij als Wilde Vanke wissel een aantal namen natuurlijk. Ja, ik denk nog wel 80% denk ik. Ja. Maar ja, de rest van de namen, we hebben een paar keer op Facebook hebben daaraan gevraagd. Maar nee, er komt weinig bericht. Heel weinig. Ja. Dus dat is jammer. Want dan kunnen we, en als we namen weten, die kunnen er alsnog onder, dan maken we een nieuwe versie.